De ontmoeting tussen Ajax en AZ van vorig seizoen werd door Ajax met maar liefst 4-0 gewonnen. Uitblinken die wedstrijd was Lorenzo Ebesilio. Eerst met een prachtige assist op Demi de Zeeuw in de vijfde minuut. En in de tweede helft scoorde hij zelf via een knappe goal. Dit seizoen zit Ebesilio meer op de bank dan dat hij speelt door de komst van Derek Boerichter. En daarbovenop kwam afgelopen week nog meer slecht nieuws. In plaats van een blessure op dit moment. Ja, dat is heel zuur. Want het is voor mij wel een fase dat ik alle minuten die ik kan spelen, dat ik dat speel. En ja, er is niets aan te doen. Als je geblesseerd bent, dan moet je revalideren en zorgen dat je weer fit wordt. Ebesilio heeft last van zijn hamstring. Hij liep die blessure op in de oefenwedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Volendam. Ik verwacht toch wel dat ik... mis ik in ieder geval. En ja, wat daarna, hoe het herstel daarna zal verlopen, dat is nog afwachten. Ik ben hartstikke natuurlijk. Natuurlijk vindt niemand het leuk om geblesseerd te zijn. Ik wil liever fit zijn. En als je dan, zoals mij nu, dan op de bank zit, ja. Als zit je op de bank, dan wil je gewoon fit zijn. En als je er moet staan, dan wil je er staan voor het team. Dat is zelfs op dit moment niet mogelijk. Maar even goed blijf ik de jongens steunen. Hoewel de linksbuiten tegen Heracles rood kreeg voor een flinke tackle en zoals eerder gezegd voornamelijk wissel is, laat hij zijn kop niet hangen. Hij wordt er zeker sterker. Ik in ieder geval wel. Ik bedoel, het is weer een nieuw leermoment, hè. Ik bedoel, ik ben nog jong natuurlijk. Natuurlijk mag ik fouten maken, dat hoort er ook bij. Maar wat iedereen zegt, je moet van je fouten leren. En je moet niet te veel fouten maken. Het is nog geen jaar geleden dat Ebesilio zijn debuut maakte in Ajax 1. Vitesse was de tegenstander en nadien stond de talent uit eigen opleiding nagenoeg elk duel in de basis. En had hij daarmee een flink aandeel in de 30ste landstitel. Afgelopen jaar is het heel snel gegaan, echt een ontwikkeling voor mij geweest. En natuurlijk was een droom die uitkwam. Ineens plotseling de trainer die je aanspreekt dat je erbij mag komen. Ja, van tevoren weet je al dat dingen zo snel kunnen komen, maar ook snel kunnen gaan. En Derek die is erbij gekomen. En ja, iedereen die heeft het over concurrentie. Derek is een goede voetballer en Derek is ook een speler die graag wil spelen. En net zoals ik. Ja, ik wil ook spelen. Ja, ik zie het niet echt als concurrentie. En het is gewoon zo, de trainer stelt de beste op. En als jij op het moment minder speelt of... Niet lekker in vel zitten, dan moet je daaraan gaan werken. En zorgen dat je beter gaat spelen, lekker in je vel gaat zitten. En dat je toch de trainer een beetje tegendeel kan bewijzen. Kan laten zien van, hé, ik ben er nog. Nou, ik ken Derek nu inmiddels al wat langer. Dat is gewoon een goede, toffe gozer. En we wonen ook vlak bij elkaar, dus inmiddels leer ik hem wat beter kennen. Dus dan is er van concurrentie eigenlijk... Geen sprake. Op dit moment speelt hij. Ik zit daarnaast. Iedereen kan het zien. Zo simpel is het. Jullie wonen vlak bij elkaar. Gaan jullie bij elkaar op de koffie dan? Moet ik het zo zien? Hij is wel bij mij langs geweest. Ik heb hem thuis nog niet gezien, maar dat zal vast wel komen. Nee, maar zoals ik al zeg, soms kan je het gewoon met iemand vinden. En soms is er helemaal geen klik. En met mij en Derek, en net zoals met meerdere jongens, kunnen we goed met elkaar overweg. Als je buiten het veld gewoon goed met elkaar om kan gaan, dan is dat ook mooi meegenomen. En ik denk dat als je bij elkaar in een team speelt en misschien 1, 2, 3 seizoenen met elkaar moet spelen. Dat je elkaar op een of andere manier toch al probeert te steunen. En net wat ik zeg, de beste speelt. Dus dat moet je ook als prof moet je dat beseffen. Zijn minuten tegen Groningen zijn voorlopig zijn laatste. Tot het moment dat hij weer fit is. Maar Ebesilio laat zich niet uit het veld slaan. In principe, als je het zelf wilt, ga je er sterker voor worden. En als je er serieus bezig mee bent, dan ga je er absoluut sterker voor worden. Of ben je soms nou als concurrenten zien mij en Derek. Je moet als persoon, als voetballer, moet je blijven ontwikkelen. Want natuurlijk wil je meer stappen maken. Heb je misschien uiteindelijk nog andere plannen, hè, in de toekomst. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En het is voetbal, hoort erbij.